Dank. Goedenavond. Na 2 jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus. Maar dat virus, dat verandert wel steeds. Oké, nou, kijk. Onze nieuwe minister van Volksgezondheid, professor Ernst Kuipers. Voorzitter, volgens mij, voor zover ik weet, van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En je ziet al wel, deze man ziet er kerngezond uit. Hè? Hij heeft in ieder geval geen overgewicht. En verder heeft hij een vlotte kleur op zijn gezicht. Hè? Oogt fris, fit. Het lijkt erop alsof hij compleet in de avocado shakes en het gezonde voedsel is geland. Ja, dus niet. Ik vind meneer Kuipers er niet heel erg gezond uitzien. Maar goed, als we dan kijken naar de Belgische minister van Volksgezondheid en mevrouw De Blok, dan is dat misschien wel een beetje normaal voor ministers van Volksgezondheid. Dat ze toch allemaal, en niet alleen de ministers van Volksgezondheid, maar ook andere gezondheidsexperts op het gebied van corona, toch van vaak een beetje een buikje hebben. Niet zo super gezonde ogen. En ik zou wat dat betreft minister Kuipers eerder de minister van Volksziektes willen noemen dan van Volksgezondheid. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat heeft verder nog niks met de debunk van deze video te maken. Oké, nou prima. Hij zegt, na 2 jaar zijn we in een nieuwe fase beland. Dus we zaten tot nu toe dan blijkbaar altijd nog in de eerste fase of zo. Los van alle varianten, hè, de beta-variant en de delta-variant en de Indiaanse, de Braziliaanse, de Zuid-Afrikaanse, de Engelse, de Britse, noem het op. We zijn blijkbaar in een nieuwe fase beland, maar hij zegt niet wat hij daarmee bedoelt. Dus de kijkers zitten thuis te luisteren. Heb je het gehoord? We zitten in een nieuwe fase. Geen idee. Dus hij begint dus al met een grote weglating. En hij zegt, corona gaat niet weg. Het virus verandert wel steeds. Ja, what else is new? Influenza en coronavirussen zijn er al sinds mensenheugenis. En veranderen ook constant. Dat is ook de reden dat de griepprik ieder jaar opnieuw een andere cocktail krijgt. Dus tot nu toe geen nieuws. Hij brengt het alsof het nieuwste wereldwonder is gebracht. Maar er is gewoon geen nieuws. Corona is er altijd al geweest. Er is wel een nieuwe variant. Die veroorzaakt misschien wat andere symptomen dan de griep. Maar daar blijft het dan ook wel een beetje bij. Hè? Dat opblazen van die hele situatie. Dat begint ons, in ieder geval mij, maar ik denk ook heel veel kijkers en luisteraars, na 2 jaar wel een beetje de keel uit te hangen. We worden daar een beetje moe van. Oké, we gaan verder kijken. De Omicron variant verspreidt zich sneller. In de afgelopen 2 weken is het aantal besmettingen pijlsnel gestegen. Tot een ongekende hoogte. Ondanks de lockdown. En dat raakt heel erg veel mensen. Omdat ze zelf besmet zijn of omdat ze direct in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Oké, dus Omicron verplaatst zich sneller. Maar hij zegt er niet bij sneller dan wat. Sneller dan de vorige varianten bedoelt hij waarschijnlijk. En dat klopt ook. Hè? Omicron lijkt 2 tot 3 keer sneller te verspreiden dan de andere varianten. Maar en hij zegt vervolgens dat lijkt dat het een aantal besmettingen wat in de afgelopen 2 weken pijlsnel is gestegen. Is dat waar? En bedoelt hij nou met besmettingen? Dat is nog zo irritant, dat krijg je er niet uit. Besmettingen zijn positieve tests. Het enige waarop ze zich kunnen baseren zijn positieve tests bij de GGD. Dat zijn niet per se besmettingen. Dat kunnen mensen zijn die weken, maanden geleden corona hebben gehad. En door de enorme vergroting van de PCR-test alsnog positief testen. Maar allang geen COVID-19 meer hebben, want daarvoor moet je ziek zijn. En je hebt COVID-19 als je koorts hebt, als je geur, reuk en smaakverlies hebt, als je veel hoest, dat soort zaken, dan heb je corona of COVID-19. Maar een positieve test zegt niks over of je ziek bent of niet. En ze blijven maar sturen en focussen op die besmettingscijfers. Ik vind dat dodelijk vermoeiend. Het lijkt wel alsof ze een keiharde plaat voor hun hoofd hebben. En ook hier zegt hij dat
ondanks de lockdown tot ongekende hoogte is gekomen. Ook hier impliceert hij een oorzaak-gevolgredenering. Ondanks de lockdown betekent eigenlijk dat de lockdown ervoor zou moeten zorgen dat de besmettingen laag blijven. En dat is toch niet gebeurd. Zegt hij hier nu met min of meer dat lockdowns niet werken, zoals ik al heb aangetoond in mijn eerdere video's, of niet? De wetenschap zegt simpelweg lockdowns kunnen hooguit een vertraging in verspreiding teweeg brengen, maar zullen nooit een effect hebben op de ziekenhuisopnames en op de sterfelijkheid, omdat uiteindelijk iedereen een virus wel gaat krijgen. Dus lockdowns kunnen vertragen, kan leiden tot het feit dat de zorg niet overbelast raakt, omdat minder mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zouden kunnen komen. Maar het bewezen effect op sterfelijkheid en ziekte van lockdowns is niet aangetoond. Dat heb ik al eerder laten horen. Dus het raakt heel erg veel mensen. Maar of het ze hard raakt, dat is volgens mij nog maar de vraag. Maar ik ga dat zo meteen in de video aantonen. We kijken verder. Elke dag meer dan 30.000 besmettingen. Meer dan 200.000 in een week. En vaak mensen met een huisgenoot of een gezin. Die dan ook in quarantaine moeten. Dat telt op tot honderdduizenden mensen die thuis zitten en dat kan de maatschappij ontwrichten. Oké, dat kan de maatschappij ontwrichten. Nou, het aantal positieve tests, ik zal het laten zien in een grafiek, stapelt zich al op sinds oktober 2021. Dus dit is ook weer geen nieuws. De besmettingen gaan sinds die tijd pijlsnel omhoog. Dus, ik noem het nu besmettingen, maar ik bedoel dus het aantal positieve tests. Daar laten we niet ook in dezelfde valkuil stappen als we die zij steeds voor ons graven. En het feit dat mensen in quarantaine gaan, is deels hun eigen keuze. Het hoeft dat niet te doen, maar ook gebaseerd op verzonnen maatregelen. Nou kan ik me voorstellen dat als jij dood en dood ziek op bed ligt, dat jij zegt van jongens, kom even niet bij mij in de buurt. Dat deed je vroeger ook als je koorts had, als je griep had. Doe maar even niet, weet je? Dus dat is logisch. Maar op het moment dat jij positief test is en je hebt totaal geen klachten, is quarantaine eigenlijk een compleet verzonnen maatregel. Maar inderdaad, die maatregel ontwricht de samenleving. Hè? Een kind positief getest in de klas, boom, heel de klas naar huis. Kinderen weer thuis, 10 dagen. Ouders misschien niet naar hun werk kunnen, omdat ze denken, nou voor de zekerheid ga ik dan ook maar in quarantaine. Zo krijg je een exponentiële ontwrichting van de samenleving op één, ja, bijzondere en misschien wel zwaar overtrokken maatregel. Oké, dus heel simpel. Hè? Rutte zei het al eerder. U bent nog nooit getest? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet bij bijeenkomsten dat het toch, ook al kon u altijd de 1,5 meter bewaken, was niet verstandig om even dat kan niet. Een sneltest. Het heeft geen zin met je testen als je geen klachten hebt. Dat kan niet. Een sneltest. Het heeft geen zin met je testen als je geen klachten hebt. Dat kan niet. Een sneltest. Het heeft geen zin met je testen als je geen klachten hebt. Als je geen klachten hebt, ga dan ook niet testen. En als je niet test, zul je ook niet weten of je positief of negatief test. Want je hebt geen klachten, dus je bent technisch gezien gewoon gezond. Je hebt geen koorts en wat dan ook. Dus hoe minder je test, hoe minder mensen in quarantaine hoeven. En hoe minder de maatschappij ontwricht wordt. Dat is een logica als een bus. Zou je daarmee alsnog meer mensen kunnen besmetten? Ja, dat kan. Maar met Omicron vallen de klachten daarin wel heel erg mee. En dat betekent dat een bevolkingsgroep heel snel geïmmuniseerd wordt en helemaal up-to-date gebracht wordt. Dus ja, quarantaine, dat is heel leuk. Maar die ontwrichting van de samenleving wordt niet gecreëerd door corona, maar door de maatregelen rondom corona. Dat is dus een keuze van het kabinet geweest en niet van de ziekte zelf. Maar goed, we kijken verder.